Bij mij in de studio is nu aangeschoven wethouder Schrederof, Karen Schreder of zij is uh, wethouder van wonen, zorg, onderwijs en sport en ik heb haar uitgenodigd omdat op twee plekken in Delft flexwoningen komen voor Oekraïnse vluchtelingen, statushouders en andere doelgroepen. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Er komen op twee locaties volgend jaar uh, flexwoningen en dan gaat het om het voormalig terrein van de voetbalvereniging uh, Delphia aan de Mozartlaan en voor het terrein van de voormalige Sporthal aan de Brasserskade. Nou is de eerste vraag: wat zijn nou precies de criteria om voor die plekken te kiezen? Waar we naar op zoek waren en dat start eigenlijk met de Brass is een plek waar je woningen flexibele woningen neer kan zetten om daarmee je sociale huurvoorraad uit te breiden op locaties die daarvoor geschikt zijn en dus waar je het makkelijk kan doen en waar je aan de Brass ze ook een tijdje neer kan zetten, maar waar je ervan uitgaat dat ze ook weer weggaan. Dus je bent Zoek naar tijdelijke locaties. Bij de Mozartlaan Laan is het specifieker. Uh, daar uh, kan je voor korte termijn iets uh, neerzetten. Want de bedoeling is, en daar was ook wel wat verwarring over, dat dat gebied samen met de Gilles tot ontwikkeling uh, komt. Ja. En daar was de zoektocht, hoe kan ik een plek vinden waar ik echt super tijdelijk iets kan neerzetten en waar het echt heel snel kan. Dus dat waren de twee afwegingen. Waarbij dus aan de kade de corporatie het gaat doen, die ja. domes. Ja. Nou, dan heeft het Rijk een regeling daarvoor, waarbij die regeling ook zegt je kan ze neerzetten, daar subsidie voor krijgen en dan moet je 30 van de woningen die je neerzet aan bijzondere doelgroepen toewijzen. En daar gaat dat over de statushouders of mensen die uitgestroomd zijn uit intramurale voorzieningen. Bij de locatie Mozartlaan is echt de bedoeling om daar die tijdelijke huisvesting in te zetten voor Oekraïense vluchtelingen die eigenlijk nu al in de stad wonen in de Markershof maar waarbij ze op termijn uit die locatie weg moeten omdat daar een nieuwbouwplan ontwikkeld wordt. Tijdelijke woningen, hoe tijdelijk zijn tijdelijke woningen? Nou, De woning zelf heeft vaak een kwaliteit dat je hem op een andere ja. plek wel weer kwijt kan, ja. maar de locatie is uh, ja, dat tijdelijk. Bedoel ik, de, ja. Bij de Bras is de lijn dat dat tien jaar is, bij de locatie aan de Mozartlaan staat ook in de uitleg naar de bewoners drie jaar... Uh, tenzij uh, de planontwikkeling van de Gilles ietsje uit zou lopen. Maar daar heb je het zeker niet over dit soort lange periodes, als tien jaar. Die uitleg aan de bewoners, daar wil ik het nog wel even met die over hebben. Want uh, die kwam eigenlijk nadat eigenlijk Al in de kant had gestaan en Bomburg-Delft het ook al bekend had gemaakt. En dat heeft wel tot een zekere onrust geleid onder de bewoners. De mensen van de Graafvletten, daarnaast uh, in de Motorsland, daar heb ik een aantal van gesproken. Die waren ja, toch behoorlijk verontrust. Er zijn heel veel mensen die nu al eigenlijk niet naar buiten gaan s'avonds als het donker is... en nu zich nog onveiliger voelen. Dat was niet erg gelukkig met die brieven. Nee, dat was niet erg gelukkig. Kijk, één, het college heeft een besluit genomen... en dat wordt in de krant overgenomen. Maar dan wil je op dat moment ja. ook de brieven op de goede plek hebben. En daar was het echt misgegaan. Die brieven waren er wel, maar die waren op de verkeerde plek bezorgd. Dus dat is heel onhandig. Uh, dat hebben we ook daarna wel weer snel rechtgezet... Maar wij gaan de bewoners met een aanvullende brief nog informeren. En uh, als je naar de aanzet van de brief keek, dan ging het in eerste instantie aan, in de kop over beide locaties. Ja. En als je dan stopt ja. met lezen, ja. lees je niet dat aan de Mozartlaan het over Oekraïense mensen gaat, uh, moeders met kinderen, want de vaders blijven in de Oekraïne hoofdzakelijk ja. 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 en moeten daar vechten, die eigenlijk al in de stad wonen. En ik denk dat dat als dat duidelijk is, een deel van de mensen ook helpt. Ja. Dat, dat denk ik ook wel. Maar is het nu ook zo dat u met deze wetenschap nog iets extra's gaat doen, bijvoorbeeld naar de bewoners van die graafvlot of mensen in de directe omgeving, om wat u nu vertelt daar ook toe te lichten? Zeker, mensen krijgen een aanvullende brief hè, waarin we dat uitleggen. Ja. Ook daar staat een adres waar mensen contact op kunnen nemen. En wij gaan, hè, want het is eigenlijk alleen nog maar aangeven dat we dat willen op deze locaties. En dat betekent dat de uitwerking ook met bewoners verder besproken wordt. Dat geldt zowel voor de bras als voor deze. Dus wij gaan met bewoners, en dat is afhankelijk van wanneer we voldoende informatie hebben om dat te doen. Ook gewoon nog informatieavonden in. Ja, u gaat ze ook nog de gelegenheid geven om op een zeker moment ergens er iets over te kunnen zeggen, zelf ook. Ja, zeker. Voor beide locaties, op het moment dat de informatie duidelijk is, zullen we met de bewoners in overleg gaan. En dan ook uitleggen. En dat is afhankelijk van welke procedure we moeten doorlopen. Dan ook aan bewoners uitleggen. Uh, hoe zij nog als ze bezwaar daartegen hebben, uh, dat kenbaar kunnen maken. Ja, en op welk moment rijden daar nu straks die trucks met opleggers, met die flexwoningen binnen? Nou, de doelstelling was, en volgens mij stond dat wel uh, in, uh, in de stukken: ja. De Markershof zou ergens in het voorjaar leeggemaakt uh, moeten worden. Ja. Hè, dus uh, om daar uiteindelijk sloop- en uh, vervangende nieuwbouw neer te zetten. Dus uh, we zullen wel echt uh, Q1 of Q2. Uh, moeten zorgen dat daar woningen staan. Ja, dus dat betekent ongeveer maart april dan. Zeker. En ja. het kan zijn dat de locatie van de Markershof nog iets langer loopt. Maar zeker voor de zomer, als we deze groep willen helpen, moeten we zorgen. Dus de Oekraïense vluchtelingen die nu in de Markershof zitten, uh, zullen we moeten zorgen dat we uh, daar plek voor hebben. Dat geldt anders in de brandsscade. Want eigenlijk, ik probeer altijd uit te leggen dat je flexwoningen een. Tijdelijke uitbreiding van je sociale huurvoorraad uh, is. Dus daar hebben we iets meer uh, tijd voor. Een uitbreiding van je sociale huurvoorraad, dat betekent dat er ook starters terecht kunnen? Zeker. Bij uh, de locatie. Kijk, eigenlijk zie je dat er een tekort is in betaalbare woningen. Ja. Die hebben we morgen niet gebouwd. Hè, want we zijn met corporaties echt hard bezig om op locaties nieuwbouw neer te zetten. Maar dat gaat allemaal niet zo snel. Nee. Terwijl die druk steeds groter wordt. Dus wat we belangrijk vinden is. Plek zoeken om die tijdelijke huisvesting uh, neer te zetten. Dat doen wij niet alleen, dat doen heel veel gemeenten op dit ja. moment. En feitelijk zeg je tegen de corporatie, daarmee heb je de komende tien jaar gewoon weer meer ruimte in je sociale voorraad om uh, toewijzing te doen. En een deel is uh, wat je gericht toewijst, hè? mensen die statushouder ja. zijn of uitstromen uit voorzieningen. En een ander deel gaat gewoon keurig via Won-Net haaglanden ja. um, Nou is het het Rijk, de overheid, het kabinet. Uh, wil dus om de spreidingswet. Wil dus dat er gemeentes meer doen voor de opvang van nou, vluchtelingen, statushouders, Oekraïense moeders, noem maar op, die groeperingen. Uh, bij de keuze van deze en de snelheid waarmee dit nu gebeurt, heeft daar, het daar enige druk bij uitgeoefend? Nee, heeft op dit moment helemaal niet gespeeld. En de spreidingswet gaat natuurlijk heel erg over asielzoekers ja. en de asielzoekersplekken. Wat belangrijk wel is bij asielzoekerscentra, is dat als mensen eenmaal een status hebben. Dus formeel ja. in Nederland mogen blijven. Ja. Dat we dan zorgen dat ze ook een woning krijgen. Maar het Rijk heeft hier geen uh, druk op gezet. Nee, nee, nee. nee. En dat verwacht u ook niet. Want uh, ja, er, er komt natuurlijk van alles op ons af. Niet ons, maar de, de gemeentes. Hè? De, de toename van het aantal vluchtelingen. Niet alleen Oekraïners, maar ook anderen. Daar verwacht men een toename van. Dat betekent dat de gemeente ook ja, uh, die druk gaat voelen. Heeft u nog meer plekken waarvan u denkt... daar nou, kunnen wij eventueel nog... Flexwoningen of anderszins voorzieningen verzoenen? Nou, we hebben echt met een vergrootglas uh, over de stad gekeken waar de mogelijkheden zijn. Hè? Ja. En dit ging ook wel over nou, bij de Oekraïense vluchtelingen op korte termijn. Ja. Uh, bij de anderen, van waar kunnen we ook redelijk snel wat doen? Uh, op dit moment niet, maar. Je bent altijd op zoek hè? en dat is echt iets anders dan de spreidingswet, want dat gaat over asielzoekers. ze dus ja, wil ze wel ja, uit elkaar houden. Ja, ja, ja. Heb je plek in deze stad om je sociale huursector tijdelijk uit te breiden? En dan gaat het echt niet alleen over statushouders. maar onze reguliere woningzoekenden ook. Die druk wordt zo groot. Nou, het is gewoon goed om daar met elkaar naar te blijven kijken. Ja, nee, dat is wel, het wordt alleen maar groter. Hè? Je hebt je eigen starters, mensen die dus een, een woning willen hebben. Ja. Dat is belangrijk, mensen willen. Zijn Delftenaar van origine willen ook graag in hun eigen stad Zeker. blijven wonen. Dat, dus dat heeft een belang. Maar de toestroom van, van statushouders en anderen, die is er natuurlijk ook. Is Delft wat dat betreft nu een beetje aan het vol raken dan? Nou, dat is een, een, volgens mij een ingewikkeld begrip. Ik bedoel hè? niet met mensen, maar nee, ik bedoel met plekken. Snap ik. Nou ja, kijk, wat je ziet is dat die druk op die woningmarkt gewoon heel groot ja. uh, is. Hè? En dus dat je... Uh, eigenlijk ja je moet zes jaar wachten hè, voordat je een sociale huursectorwoning hebt ja. en dat betekent dat we echt met elkaar op zoek zijn naar flexplekken en we hebben ze op dit moment niet meer gevonden dan deze twee ja. waarin je die sociale voorraad kan uitbreiden dat doen wij maar dat doet de regio ook hè? want we hebben ja. een regionale ja. woningmarkt dus je probeert dat zoveel mogelijk met elkaar van de kant te roeien is het iets waar u zich ook een beetje zorgen over maakt dat doet die steeds maar die druk die blijft groeien nou, wat je ziet is dat we met elkaar wel proberen op dit moment om dat zo goed mogelijk plek te geven. Ja. Maar je ziet natuurlijk wel dat nou, dat best ingewikkeld is. Zes jaar wachten op een woning, dat is, lang. Dat is echt lang. Is lang hè? Ja. Dus je ziet, en dan gaat het heel vaak nog over mensen die inschrijfduur hebben en die aan, uh, aan, de, aan het bod komen. Als jij starten bent, dan wordt die echt lastig. Hè? Ja. Want dan heb je geen inschrijfduur opgebouwd. Dus ja, dat wordt een ding. En daar moeten we met elkaar, denk ik, naar goede oplossingen zoeken. En nogmaals, Flex woningen kan daar een oplossing voor zijn. Ja, die kunnen er gerust een jaar of tien staan natuurlijk. Zeker. Ja. Ja. En dat wil je. Ja. ja, en dat wil je natuurlijk. Ja. Behalve dan om te mooslaan, want dan gaan ze na drie jaar een andere bestemming krijgen. of ja, ze worden gaan ze helemaal in ieder geval... weg. Nou, kijk, je zet die woningen. Die woningen zijn eigenlijk van een kwaliteit dat je ze kan ja. hergebruiken. Ja. Dus ze zullen daar een keer weggaan, omdat we de woningbouwplannen daar willen uitvoeren... maar dan ga je natuurlijk wel zorgen... dat ze op een andere plek weer uh, hergebruikt kunnen worden. Anders is het uh, niet zo, uh, zo uh, goed om uh, die woningen eigenlijk weg uh, te doen. Ze hebben een hele grote kwaliteit, dus die ja, kan je hergebruiken. Ja, dat is een prima woning. Het ja, woord flexwoning geeft aan alsof, het, alsof ze van mindere kwaliteit zijn... maar dat is zeker niet het nee, geval. Het zijn prima woningen. Ja, dat ja. beeld hadden we natuurlijk vanuit het verleden. Ja. En nu heb je flexwoningen. Eigenlijk is het gewoon een reguliere woning. Alleen de plek waar ze staan... Dat is een tijdelijke plek. Ja, en de snelheid waarmee ze kunnen worden geleverd. Zeker. Ja. Dat ja. is in dit geval natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Gaan de mensen in de omgeving Moodschatlaan voor de kerst nog iets van u horen? Ze krijgen in ieder geval heel snel de brief. Oké, okay, ja. Dus uh, die komt eraan. Goed zo. Nou, dan dank ik u voor de komst naar het studio en voor dit gesprek.